Tropenbos Suriname brengt deze week in het kader van het Working Landscape Program Inclusive Governance een bezoek aan het district Sipaliwini in samenwerking met Tropenbos International, Tropenbos Columbia en de vereniging van Samaka Gezagdragers. Is er een strategische planning gemaakt voor de Samaka gemeenschap. Collega Sifra Goudland was aanwezig en maakte voor u het volgend verslag. Wij zijn in het boven Suriname gebied op het Manimi Resort, waar wij zijn uitgenodigd door Tropenbos Suriname. Zij gaan hier in dit resort een roadmap strategische planning hebben voor de Samaka gemeenschap. En om meer hierover te weten wat dit programma precies inhoudt, gaan wij dan praten met de directeur van Tropenbos Suriname, de heer Rudy van Kanten. In mijn intro heb ik aangegeven dat jullie ons hebben uitgenodigd om wat meer informatie te komen halen over een roadmap strategische planning voor de Samaka gemeenschap. Wat houdt dit programma precies in? En we voeren een programma uit van 2019 tot en met 2023. Wat we noemen het Working Landscapes programma. Dat is een programma waar je focust op een boslandschap. En je komt met verschillende manieren. Hoe je op een goede manier met klimaatverandering kan omgaan. Om te beginnen, landschapsbeheer. Dat is de manier hoe de mensen van het landschap met het landschap omgaan. Je hebt ook iets wat we noemen climate smart practices. Dat is het op een goede manier doen van bijvoorbeeld agroforestry of het bos op een goede manier gebruiken. En het laatste noemen we dus klimaatfinanciering. Dus dat ook. Het geld wat eventueel beschikbaar is met klimaatfinanciering ook beschikbaar is voor het landschap zelf. Tijdens de uitvoering van dit programma wordt er een traject uitgestippeld hoe de Samaka gemeenschap op duurzame wijze hun territorium kan beheren door het toepassen van de juiste bestuursmechanismen. Joost van Monfort, directeur van Tropenbos International, die voor het eerst Suriname bezoekt, ziet graag dat vooral in dit gebied van boven Suriname het groen behouden blijft. Maar ook zo goed mogelijk gebruiken. Er is genoeg kennis van hoe je dat kunt doen. Dus kennis is niet het probleem. Het gaat erom dat mensen die kennis toepassen. Dus we moeten mensen helpen om die kennis tot zich te nemen en daarmee aan de slag te gaan. Maar nog belangrijker is dat wat we noemen de governance. Van hoe gaan we dan met z'n allen hier besluiten nemen? Hoe gaan we met z'n allen zorgen dat dit gaat werken? Dat is het belangrijkste en dat is waar iedereen bij elkaar komt, dat is waar iedereen een rol te spelen heeft. Wat ik zei, onze rol die is om kennis te brengen en om processen te faciliteren. Maar de rol van de mensen hier, de rol van de overheid is nog belangrijker, want zij moeten de dingen doen en blijven doen. Hugo Yabini, consultant Tropenbos Suriname, geeft aan dat er een delegatie is geweest naar Columbia, waar de inheemsen daar na lang vechten hun grondrechten wel hebben gehad. En in dat kader, ook met support van Tropenbos Suriname en Tropenbos Internationaal, hebben we een aantal zaken geïdentificeerd. En waaronder, en we hebben ook gekeken van hoe kunnen wij eigenlijk ons gebied duurzaam beheren. Als de grondrechten zijn erkend, als die wet is aangenomen, dan krijg je als volk, als Samaka volk, een verantwoordelijkheid om jouw gebied duurzaam te beheren. En in dat kader hebben we ook om hulp gevraagd van Columbia heeft al jarenlange ervaring met duurzaam beheer, met grondrechten. Om met ons van gedachten te wisselen, zodat wij kunnen leren hoe jouw gebied duurzaam te beheren. En als we dan ook bij te dragen aan het minimaliseren van de gevolgen van klimaatverandering. De delegatie van Tropenbos Suriname verzorgt ook een workshop voor de aangrenzende dorpen van het gebied. De workshop wordt zaterdag afgesloten.